de achtervolging. Eerste leider in het Viro Criterium Cup klassement en de winnaar natuurlijk van de Ronde van Oldenzaal. Beschrijf jouw wedstrijd dus vandaag. Ja, in het begin ben je geprobeerd weg te rijden voor het drie ronde klassement, ook de punten. Toen werd ik weer teruggepakt. Ik wilde rustig aangaan in het peloton en ik ben nog 14 rondjes te rijden weer geprobeerd. Was ik weggereden. Hebben we niet meer teruggehaald, gelukkig voor mij. Wanneer had je door dat je hem ging winnen? Toen ik hoorde dat ik 50 seconden voorsprong had. Ik denk iets van 6 rondjes voor het einde ongeveer. Doet hij erg goed. Waar kom jij helemaal vandaan? Want je komt hier niet uit de buurt kunnen worden. Nee, de Kwakel. Het ligt in het tussen uit Hoorn en Alsmeer in. Het puntje van Noord-Holland tegen Zuid-Holland en Utrecht aan. Nou, dan is het nog wel een eind rijden, dus wat dat betreft. Maar je hebt nu de leiderstrui in handen. Het zijn twee wedstrijden met de Ronde van Groningen op 23 augustus. Dus gaan we jou terugzien? Ik hoop het. Het is zoals hier ook mooi georganiseerd. Leuk rondje. En ik hoop dat ik kan komen. Marco Storm, jouw bestelling in onze beide rondemissers bij de eerste huldiging van het Viro Cup klassement voor de junioren of de wedstrijden hier in Oldenzaal en straks in Goor. Ik hoop dat jou toekomt.